Samen met de kinderen van de Leonardo School verrichtte de staatssecretaris van Onderwijs de opening van de eerste modelschool in Europa. De methode voor het muziekonderwijs is erg uniek. Ook de staatssecretaris begon vroeger met muziek. Ik begon met de blokfluit en dat werd later piano en ik heb ook nog gitaar en saxofoonles gehad. Dus ik heb wel een heel arsenaal instrumenten achter de rug. De scholieren van de Leonardo School houden van creatieve uitdagingen. Nou, omdat wij het eigenlijk best leuk vinden om moeilijk te doen. Het klassieke muziekonderwijs begint met noten leren en een blokfluit. Mijn opvoeding was niet anders, denk ik. En dat is ook de traditionele manier van denken in het muziekonderwijs. Dat je dus, Doremi Fasol. Ja, het lineaire systeem noemen wij dat. En lineaire systeem betekent van onderuit ga je dus dingen leren. Dus je begint met noten lezen en notenwaarden, toonladders, et cetera. En zo komen de eerste liedjes op een instrument. En dat wordt en werd ook gezien als algemeen muziekonderwijs. Maar die aanpak gaat in het muziekconcept van de Leonardo School helemaal op de schop. De leerlingen worden uitgedaagd creatief te zijn. Wij beginnen liever met het moeilijkste, maar het moeilijkste is het eindresultaat. En dus je ziet een film, of je ziet een reclamespotje, of je ziet een componist aan het werk. En dat is het eindresultaat en daar leer je van. En wij zeggen dan niet, je moet helemaal onderaan beginnen, want je mag dat nog niet doen. Of je mag nog niet gaan improviseren en je mag niet in een band gaan spelen, want je moet eerst noten gaan lezen. Maar wij zeggen, oké, leer maar van die band. Dankzij het muziekconcept krijgt de Leonardo School Venlo Europese navolging. Te beginnen aan de universiteit in de Duitse München. De opzet is dat het via muziekconcept het hele Leonardo-concept eigenlijk bekend te krijgen in Europa. Het is al op gang in Duitsland. Dat blijkt al uit het feit dat de Universiteit van München steunpunt wordt van Leonardo in Duitsland. Dus via muziekconcept brengen we eigenlijk het hele Leonardo-concept onder de aandacht.